Hallo iedereen, tof dat jullie kijken naar dit kanaal. Welkom op Upside Down. Vandaag doen we mijn eerste video dat geen vlog is. We zullen reageren op de 3 nieuwe coaster layouts die Intamin hebben geproduceerd. Dit zijn 3 nieuwe LSM Blitz coasters, oftewel nu de gewoon LSM Launch coaster van Intamin. Dit zijn 3 kleinere layouts die ze hebben gemaakt. Ik zal mijn eerste reactie met jullie delen. Dus deze video zal niet veel geëdit zijn, maar puur reactie. Ik hoop dat jullie iets genieten van een andere stijl video. Want ik heb nu examens en daardoor zijn in een lange tijd geen video's meer online gekomen. We zullen beginnen met de layout. Zoals jullie zien hier mijn scherm. Intamin, oeh, dat ziet er wel heel leuk uit. Launch Coaster 25596. Interessant. 15 elementen en minder dan 600 meter. Wow, dat ziet er heel leuk uit. 80 meter per uur, oeh, minder dan 2 seconden. Hey, Anubis Lounge vibes. We beginnen met het station. Kort treintje ook, wel 4 karretjes. 100 degree anticipation turn. Waarom dat anticipation noemt, dat weet ik niet. Ziet er toch wel een turn uit. Lancering. Een top, oeh, nog een redelijk goede airtime hierop, denk ik wel. Ja, oeh, ziet er een goede top uit. Ook misschien wel wat laterals. Ah, oeh. Floating airtime bump, ja, dat zou waarschijnlijk niet zijn in het dive loop. Oeh. Heel leuke shape ook, heel mooi. Een airtime hill, floater, ja, leuk denk ik als je echt floater hebt. Een bocht die naar boven gaat en een corkscrew of zero giro. Een horseshoe roll, weer iets nieuws. Ja, maar dat zijn er toch 2, ja, ik weet niet, ziet er wel goed uit. Een S-turn. Een overbank. Oké, leuk. Flirting airtime camelback. Ja, leuk ook. Oeh, en dan een ejector hill erna. Oeh, dat zal heel leuk zijn. Oeh, dat ziet er leuk uit. Die S-turn. Oeh. En dan een airtime hill in de brakes. Oeh, dat ziet er wel echt een goede coaster uit. Krijgen we een POV? Ja, we krijgen een POV. Oh, wauw. Bijna zo een beetje gewoon, ja, zo uitrijden. Daar kun je iemand zien te kijken. En hier de lounge. Is het een rolling lounge? Ja. Oeh, wauw. Lekker. Heel snel ook. Wow, die top hat ziet er wel goed uit. Wow, die top hat ziet er heel goed uit. Oeh, dat ziet er ook wel goed uit op POV. Oeh, die dive loop. Wauw, fantastisch. Hier is die floater hill. Ziet er ook goed uit. Die bocht, die horseshoe roll. Oh, ziet er ook floaty uit. Die overbank hier. Oh, en hier die 2, oh, en hier die sterke airtime. Oh, dat ziet er echt heel goed uit, vind ik. Het ziet er echt een goed baantje nu. Ja, echt voor zo'n kleine baan, heel goed. Ik denk dat die zelf beter is dan Fury hoor, in België. Heb ik dat eerst gezegd? Ja, ik heb dat gezegd. De tweede baan is LSM Coaster 23642. Ja, ik kan denken, die 23 staat waarschijnlijk voor de hoogte. Oké, dit is een compleet station. Ja, gewoon een bocht. 64 meter per uur launch. Oh, dat is wel traag. Hanging dive loop. Maar dat is wel traaf, die 60. Hoezo gaat dat ejector geven op zo'n kleine hill? Echt, dat ziet er wel goed uit. Stangle dive. Oh, als dat zoals op Comda wordt, hé. Hoho. Maar oh, 64 is wel heel traag. Steep curve. Hier 76. Curve dive into tunnel. Dat ziet er wel zo weer raar uit. Partner gaan weer een heel stuk moe graven in de grond. Oeh, die S-hub ziet er goed uit. Waar ziet er heel goed uit. Oeh, een wallstall. Beetje zoals de oude bank, zoals Comda, maar dan op miniscale. En jump into break. Oeh, dat ziet er wel tot nu toe de minst uit van de 2, maar nog altijd heel leuk. Heel leuk wel. Ziet er zo meer een LSM launch coaster uit, zo meer voor de families gericht, denk ik, dat hun doel is. Zo al wat minder intense maken dan met al die grote nu. Kijk, hier heb je een versie, ik denk het wel, ja, dive loop. Dan hier een airtime hill, die blijkbaar een redelijk goede airtime heeft, maar dat geloof ik niet. 64 meter per uur is wel heel traag. Hier die S-curve, dat ziet er wel heel goed uit. Stangle dive, denk niet dat die zoals Comda zijn, maar wel goed. Nog een airtime hill. En dan je tweede launch. Dan heb je een soort van top hat ding. Of niet, die gaat maar zo naar beneden. Hier is je turn aan de grond, dat zat er heel goed uit. Dit ziet er, wow, dat ziet er heel goed uit. Ja nee, ik denk persoonlijk dat dit een heel goede achtbaan is voor zo je eerste trillcoaster, zeg maar. En dat die daarvoor echt wel heel goed is, deze achtbaan. Hier de laatste, 28672. Die ziet er wel heel speciaal uit. Een triple launch coaster.
Toch Fury. Oh. Een vertical loop. 6 headshoppers. Dat is wel leuk, die headshoppers. Oké, dus hier het station weer om te beginnen. Een switch track. En tamin, hopelijk is het meer reliable dan de chainlift van Comda. Launch forward. Oeh, ik hoop dat hij launcht op de airtime hill. Ja, ja, hij launcht op de airtime hill. Hoe snel launch je? Forward stall, zodat hij nu één sneller lanceert. Backwards launch. Oké, okay, ziet er goed uit. Vertical spike. Ah, maar waarom doet niemand zo beyond vertical zoals Fury? Dat is zo leuk. Nee, 70 meter per uur maar. Dat is wel heel traag. Oh, die top hat heeft geen airtime of ja, echt zojuist. Ja. Dat ziet er wel redelijk goed uit. De loop ook. Dat is het. Ah nee, 70 meter per uur en een triple launch. Dat gaat wel zwak zijn, denk ik. Oeh, een stangle dive. Dat is wel heel goed ook. High G curve en een horseshoe roll. Nog één. Overbank turn en twist. Ziet er ook heel goed uit. High speed corkscrew. Die ziet er heel goed uit ook. En een overbank turn. Ze gebruiken wel op alle drie de baan een beetje dezelfde element. Wajo, deck ejector hill en nog één. Oh, die twee laatste heel zien er heel goed uit. Maar met jou op dat ze dezelfde elementen vaak teruggebruiken. Aan de ene kant is dat wel goed, maar als er heel veel gebouwd vindt van deze achtbaan, ga je wel zo'n beetje hebben dat de elementen elkaar overlappen, zeg maar. Ik vind wel dat deze niet een triple launch moet zijn, maar een enkele launch. Oké, okay, een triple launch is leuk, maar 79 meter puur op je laatste launch, dat gaat toch niet echt krachtig zijn, vermoed ik. Maar hier launch je niet meer echt zeker? Nee, hier launch je denk ik niet meer ook. Deze top hat, 0G, ja, dat niet echt airtime geven, dat je het nu al. Die vertical loop ziet er wel heel goed uit, heel goede hangtime denk ik. Dan heb je hier die stangle dive, ja, dat gaat super goed zijn dat dat wat Comda is, dat echt fantastisch zijn. Ook een heel goede horseshoe roll. Dat ziet er ook een heel leuk stuk uit. Ja, nog een corkscrew, heel goed ook. En dan hier de laatste twee elements. Dit ziet er wel echt de kortste baan uit van de drie, vind ik. Het is wel de langste qua lengte. Dit is het dan voor mijn reactievideo op de drie nieuwe layouts van Intamin. Ik moet eerlijk zijn, layout 1 lijkt voor mij echt de leukste, de beste. Een petpark in de buurt, bozo ene. Layout 2 ziet er ook heel leuk uit voor kleine kinderen meer. Of ja, kleine kinderen. Voor kinderen die zo'n eerste truckcoaster ervaren. En layout 3 ziet er leuk uit, maar die triple launch voor mij is persoonlijk overbodig. Want te snel ineens vind ik meer puur dat ik kom. Willen jullie meer van zo'n video's zien? Reactievideo's of andere video's dan vlog, laat dan zeker een like achter, abonneer, comment ook hier beneden. En dan zie ik jullie in de volgende video. Stay upside down. Yeah.